Het is alweer middag. Ik heb vanochtend tijd gehad om mijn gordijnen te strijken en zo. Nou ja, goed, ik heb ze nog niet helemaal af. Ik kreeg het op een gegeven moment best wel warm. En toen ben ik maar gestopt. Ik denk, weet je, ik ga wat anders doen. En ben even op het internet gaan surfen. Ik zat naar mijn haren te kijken en nu zie je echt wat ik bedoel met een hele plek grijs. Hier zo, deze stuk is echt bij mij helemaal grijs. Ik heb meerdere grijze haren, daar niet van. Ik zat dus te zoeken hoe je dit kan voorkomen of misschien zelfs helemaal kan verwijderen. En ja, er zijn websites die beweren de oorzaak te weten, waardoor het logisch is of klinkt. Dat je het helemaal kan verwijderen. Nou ben ik benieuwd. Ik wil dat best wel uitproberen. En kijken of het echt gaat werken. Met name hier zo. Dit is echt letterlijk helemaal grijs. Of daar nog wat donkere haartjes in terugkomen. En haar valt uit en groeit weer opnieuw. Maar blijkbaar kom ik vitamine tekort. Het veroorzaakt dat ik grijs word. Heel snel en heel veel. Op mijn leeftijd is dat niet echt iets wat normaal is. En bij ons in de familie, mijn moeder en mijn vader, zijn niet echt vroeg grijs geworden. Dus ik neem aan dat dat niet genetisch is. En bij ons in de familie is bijna iedereen op mijn leeftijd en zelfs ouder nog best wel... niet kaal en ook niet grijs. En nou zat ik te lezen dat bepaalde vitamines, zoals vitamine B8 en vitamine B5 en koper en zink, vitamine zijn voor je haren, zeg maar. Maar welke vitamine zorgt er nou echt voor dat je grijs wordt als je dat tekort komt? En dat is koper. Het is een mineraal. En zink zorgt ervoor dat je haar sterk wordt of blijft. Mijn haar die, is niet echt super sterk. Ook omdat ik echt vaak moet verven. Ik ben nu echt weer toe aan een likje verf. Dit is ongeveer 4 weken geleden dat ik mijn haar heb geverfd. En nou ga ik zo meteen dus op pad om... een supplement en ook om nog uit te zoeken in welke groenten en fruit koper en zink, vitamine B5 en B8 voorkomt. Ik zit allemaal te kijken zo op mijn scherm. Ik zit namelijk hier voor mijn pc en een beetje uit te zoeken hoe en wat. En ik heb ook nog andere tabletten gevonden die... alles bevatten wat dus tegen grijs haar is. Ik ben echt benieuwd als ik dit zo een paar maanden of misschien wel een maand, ik weet niet hoe lang het nodig is, voordat er verschil te zien is. Mijn haar groeien ongeveer 1 centimeter per maand. Dat zonder alle verzorging die ervoor nodig is. Als ik meer mijn haar verzorg en ook de vitamines daarop letten en zo voor mijn haren, dan groeit die ook wel sneller. Ook veel, veel langer dan 1 centimeter per maand. En ik merk ook als ik, hoe vaker ik mijn haren was, zeg maar, op zijn minst 2 keer, of om de dag, zeg maar, 1 dag wel, 1 dag niet, dat het ook wel verschil maakt zonder hem echt in te hoeven te smeren met olie of zo. En nou is hydratatie heel belangrijk voor haargroei en gezond haar. Maar water en je haren goed wassen zodat haarzakjes niet verstoppen en zo, daar geloof ik echt in. Omdat ik ook ergens merk een verschil, ik noem maar even iets, mijn beenhaar. Waar ik mijn sokken draag is letterlijk kaal, echt kaal. Er groeit bijna geen haar op. En waar ik niet mijn sokken draag, daar groeit nog wel haar. Dus
ik denk dat de mensen die zeggen dat een pet dragen en een hoofddoek dragen en andere dingetjes, muts dragen, et cetera, een fabel is en dat daar je haren niet van kan uitvallen, dat dat echt gewoon niet klopt. Want anders zou ik het verschil niet hebben tussen mijn stuk been waar ik mijn sokken heb en waar ik mijn sokken draag en waar ik ze niet draag. Dus dat is echt een fabel. Ik adviseer dan ook echt dat je oplet met zijn pet dragen of wat anders. Zo min mogelijk het dragen, vooral niet thuis of op plekken waar je dus het niet nodig hebt. Gewoon afdoen, zodat je haar weer lucht krijgt. En dat het niet gaat uitvallen. Anders ga je met het probleem zitten zoals dat ik met mijn grijs haar heb. Ik zou echt heel blij zijn als mijn haar weer gewoon een natuurlijke kleur zou krijgen. Een paar grijze haren zou ik ook echt niet erg vinden. Dan zou ik mijn haar nog niet eens hoeven te verven. Want ik heb van nature heel mooi bruin haar. Wat ik nu eigenlijk gewoon een andere kleur geef. Er is geen enkel kleur die mijn haarkleur heeft. Dus als ik bruin verf, is het een andere kleur. Als ik een blond, is sowieso een andere kleur. Maar goed, er is niks wat mijn kleur kan terugbrengen in originele kleur. En natuurlijke kleur. En toch altijd gezonder om je haar niet te verven dan wel. En er ook steeds rekening te moeten houden. Zoals mij iedere maand verven. Wat kei slecht is ook voor mijn huid. Ik merk het als ik mijn haar heb geverfd. Dan is het alsof ik even 2 dagen roos heb. Maar de huid die is aangetast door de stoffen in de verf. En blond is sowieso al veel hardnekkiger dan een bruine kleur, bewijs van. Dus sowieso allemaal slecht voor je haar. Ik ben dus even aan het kijken wat ik daartegen kan doen. En ga zo meteen wel naar een winkel waar ze die middelen te koop hebben. En eens kijken als ik een maand of 2, misschien 3, misschien langzamerhand dat alles terugkomt. En dat ik iedere maand gewoon puntjes ga knippen en mijn hele haarkleur terugkrijg. Zou mooi zijn. Nou, na heel lang zoeken in de winkel heb ik wat voedingssupplementen kunnen vinden waar die vitamine en mineralen in zitten. Ik ben benieuwd. Ik heb al de eerste portie op. En ik ga dit dus zo aanhouden. Kijken of het een verschil gaat maken. En waar koper nog meer in zit, is in volkoren brood. Dus ik heb ook meteen volkoren brood gehaald. En ga mijn eigenlijk is het ontbijt kei slecht. Ik ga nu pas voor het eerst eten. Ik ben de hele ochtend dus bezig geweest met van alles en nog wat. En ik moest nog buiten nog wat dingetjes doen. En de brood was op, dus ik heb net brood even gehaald en boodschappen en zo. Ik heb een groentepannetje gehaald, aardappelschijfjes en kalkoenvlees. En dan ga ik vandaag een beetje gezond doen. Ik verveel me, dus ik dacht, weet je, laat ik me eigenlijk gaan verwennen door een moddermasker op te zetten. Dat is goed voor man en vrouw. Dit is niet eentje die je zomaar bij de drogist kunt halen. Even goed roeren. Het lijkt een beetje op henna. Het zijn allemaal brokjes. En het is een Marokkaanse moddermasker. Speciaal zand, geloof ik.
En het schijnt zo te zijn, tenminste, als ik de verhalen moet geloven, dan schijnt het zo te zijn dat het je hele huid heel goed kan zuiveren. Dus ik ben benieuwd. Dit is, ik kan me niet herinneren dat ik eerder zo'n moddermasker heb gebruikt. En het doet me herinneren aan ja, modder. Volgens mij is het modder, ja. Geen klei. Toen wij in Azaïla waren, in Marokko, bij de zee, toen waren wij met van die waterfietsen. Even het kommetje onder zetten, want dadelijk knoei ik. Met die waterfietsen waren we gaan fietsen en op een gegeven moment zagen we allemaal mensen die aan het smeren waren. En opeens waren ze een beetje grijs, zeg maar dat was klei dat daar op de bodem ligt. Ik ben toen ook gelijk gaan smeren. Op mijn armen en mijn gezicht had ik toen gesmeerd. Maar ik had niet zo lang laten zitten. Om zijn werking te kunnen doen. En ik weet ook niet of het de juiste modder is wat schoonheidsspecialisten gebruiken. Ze zeggen dat, dat je zeg maar hier zo mag je eigenlijk een masker helemaal niet doen. Maar dit is natuurlijke modder. Dus dat geldt niet voor dit spul, denk ik. Als ik logisch nadenk. Want dit is helemaal niet schadelijk. Er zitten geen chemische stoffen in. Of wat dan ook. En volgens mij moet het eerder drogen. Dadelijk prikkelende ogen. Nee, dat zou wel niet. Als het maar niet in mijn ogen. En ik voel nou dat er wel iets in mijn oog kwam. Maar dat is niet erg. Het prikt niet. Er zit rozenwater doorheen. Het is gemengd met rozenwater. En nou ook nog eens op mijn wimpers. Zo. Mijn neus gaat goed. Ik ga dadelijk toch douchen. Dus mijn haren mogen wel rollen. En dan mijn nek. Het voelt wel zwaar aan op mijn wimper. Alsof er een hele kilo op zit. Zo. En ga ik in de tussentijd dat het moet drogen. Het is trouwens ook goed voor je haren. Maar dan gebruiken ze andere met iets anders gemengd. En dat doe ik niet. Ik zag laatst dat iemand het had gemengd. En het was... Het gaf rood af. En voordat ik dit gebruikte, was ik bang dat ik ook dezelfde had, wat rood afgeeft. En dat wil ik helemaal niet. Want als het dan in mijn haren komt, dan lijk wel Zwarte Piet. Zo, met mijn rode lippen zo. Echt Zwarte Piet. Even kijken, ik ga
gebruik gewoon mijn camera als spiegel. Lekker dik op. En dan inmasseren. Het zijn allemaal stukjes. En als je daar rozenwater op doet of überhaupt nat maakt, dan wordt het zacht. En dan wordt het modder. Het is goed voor zowel vrouwen als mannen. Het is gewoon een huidverzorging. En veel mensen gebruiken het ook gewoon om heel hun huid ermee in te smeren. Ik heb even handschoentjes gebruikt om de klei niet tussen mijn nagels te krijgen. Nou, ik ga nou wachten tot dat droog is en dan ga ik lekker douchen. En dan ben ik benieuwd of het verschil maakt op mijn huid. Dadelijk ben ik keiknap. Zo, ik vind het zo wel strak genoeg worden. Ik kan mijn ogen bijna niet bewegen. Ze naar beneden. Het moet er echt af. Hij is al goed droog, dus ik ga douchen. Het is inmiddels alweer laat. Ik heb gedoucht en aan mijn gezicht te zien glanst het een beetje. Ik weet niet of het heel goed te zien is, maar op mijn neus zie je het meeste dat er glans op zit. En mijn huid voelt super zacht aan. Helemaal geen storrels of oneffenheden of zo. Ik kan echt gewoon zo glijden over mijn gezicht. Dus het is zeker een aanrader. Op mijn haar, het is niet aangetast of zo. Omdat ik een beetje, of oranje geworden of rood. Omdat ik een beetje in mijn haar heb gedaan. En ook niet hier zo. Voelt ook heel zacht aan. Dit ook. Dus, en het was ook heel makkelijk af te krijgen. Gewoon weer nat maken en er zo afhalen, meteen weg. Dus het is echt een aanrader. Ik weet niet waar het te kopen is. Ik weet ook helemaal niet hoe duur het is, omdat mijn moeder het ooit voor mij heeft meegenomen. En ik heb het al zo lang in de kast. Iedere keer denk ik van, nu is het moment om het te doen. En dan doe ik het niet. Ik heb mijn pyjama trouwens ook al aan. Een kerstpyjama. Het is helemaal geen kerst, maar ik draag hem nog. En vandaag dacht ik, weet je, laat mij eventjes die masker opdoen voor het eerst. En kijken wat het doet en of het echt allemaal klopt. Dat je huid er gewoon beter van wordt. En hij voelt echt heerlijk aan. Het is nu, omdat ik net uit de douche kom en alles eraf heb gewreven, ben ik wat roder. Ook door warm water en zo. Dus ik ga nou mijn heerlijke glas met melk, honing en kaneel zetten. En ervan genieten. En daarna ga ik naar bed, want het is alweer heel laat. En ook mijn slaapritme en zo moet ik nou ook echt op gaan passen. Steeds eerder wakker worden, zodat als de scholen dadelijk beginnen, dan heb ik geen probleem.